Nou, het gaat me even weer beter. Mooi vis. Prachtig. Echt een lange vis. Ja. Mooi hoor. Ja, mooi hè. Wat mis je? Het is weer tijd om te vissen. En ik ga vandaag met Werner achter de, nou ja, achter de witvis aan eigenlijk. We gaan achter de zilten aan, achter de brasems, misschien wel een grote karper. Dat gaan we doen met een method feeder, met de pen. In een mooie parkvijver, heel ondiep water, maar het ziet er echt heel vissig uit. Allemaal azende vis hierachter. Mooi visrijk water, mooi wat plantengroei. Dus ik heb er wel vertrouwen in. We gaan ons best doen, we gaan mooie vissen proberen te vangen. En dat gaan we die al laten zien. Nou, de eerste zit eraan. Mooie zeel. Vissen. Stoort de hele stek lekker. Heerlijk. Mooi vissen. Spannend, hè? Dat is ik. Kom maar. Machtig. Mooi. Nou, prachtige zilt. Hele mooie vis. We zijn al even bezig. Anders stekje hebben we een paar vissen gevangen, maar de camera die deed het niet. Dus helaas hebben we die er niet op. Maar dit is een hele mooie start van de volgende stek. Is echt heel erg leuk. Mooie vis. We zijn aan het vissen met een method feeder en met het pennetje. Het pennetje heb ik mooi hier onder het boompje liggen. En, ik ben net de method aan het vullen en ik zie mijn pennetje weglopen. Ik zie mijn lijn strak lopen. Ook al een vis verspeeld hier, dus dat... geeft goede moed. We zetten hem even op een plaat en dan gaat hij weer terug. Oh, hij is al weg. Hij is al weg. Mooi man, blij mee. Nice. Nou, de tweede soort en de tweede vis, eigenlijk heel kort na de eerste. Mooie brazen, iets minder sterk, maar mooie lap en leuke actie. Dus dat is al lang leuk. Binnen. Mooi vis. Prachtig. In een plaatje hoor, mag er wel een brazen zijn, maar ik ben er best wel blij mee. Ga ik zwemmen. Back into the deepies. Nou, we zitten hier heerlijk. Het is prachtig mooi weer. Werner en ik hebben beide een method feeder in en beide een penhengeltje. Eén aanbeet gemist op een method feeder. En twee vissen gevangen tot nu toe op de pen. En Werner die vist eerst alleen met de method feeder. Nou heeft hij ook een penhengel erbij. Daar hebben we nou de meeste actie op, dus er zal snel ook een vis wegkomen. Ik moest best nog even. Ja. Ja. Nou, op de pen vissen we met maiskorrels. En die doen we op zo'n onderlijntje met een haartje erop. Daar hebben we zo'n speciaal naaldje voor. En dan kun je ze heel mooi mee op de herschuiven. Dus die prik je daarin. En dan prik je vervolgens die maiskorrels daar overheen. Dan heb je altijd je haak mooi vrij van het aas. Waardoor je gewoon veel beter in kunt haken. Zo. Komt altijd mooi buiten de haak. Dan gooi je hem weer in. Dan weer een vis opvangen. Orrel, orrel, orrel. Aan mijn haak zit een. Juist, maiskorrel. Op de method feeder vissen we precies op dezelfde manier, maar dan met een andere aasje. Ook met zo'n stoppertje. Alleen daar komt een mini boilie op de haak. Op de her moet ik zeggen. Precies hetzelfde verhaal. Met een ander stukje aas. Mooi buiten de haak. Hele goede inhakingskans zo. Alleen die. Wordt op een andere manier op zijn plek gebracht. Want daar wordt wat aas bij gebracht.
cupje gelegd voor de metal feeder. Dan worden de pellets ingedaan. De boiler ligt er nu onderin, het azen bovenop. Druk je hem even stevig aan, dat het mooi goed erop komt te zitten. Druk je hem eruit. En dan heb je mooi de metal feeder gevuld met wat pellets. En de boiler in het midden, die dan mooi op zijn plek komt. Komt mooi bij elkaar. Dan ligt het aas en het voer bij elkaar. Ik ga hem snel weer ingooien. Nou, met dat feeder is het heel belangrijk dat je echt één of meerdere voerstekjes aanmaakt, waar je de hele tijd weer op terugkomt. Dus ik pak één punt waar ik steeds naartoe werp. In dit geval is dat een boom. En daar zet ik mijn lijn op een lijnclip. Dus elke keer als je die boom, als je die als punt aanhoudt en je werpt daar naartoe, dan kom je precies op dezelfde vierkante meter terecht. Dus die vis die zal zich daar gaan ophopen en die zal daar gaan azen. Dus dan is het natuurlijk belangrijk dat je precies op dat stukje vist. Maar met het pennetje kun je wel iets breder vissen. Dan maak ik eigenlijk een heel brede voerstek aan. Dus met mais. Daar vis ik met mais. Daar voer ik ook met mais bij. Dus dan maak ik een heel mooie brede voerstek. En dan kun je er gewoon een beetje in een ronde vissen. Want dan zie je dat daar ook eigenlijk veel meer vis naartoe komt. En dan kun je ook wat actiever bevissen. Want die method 4 die ligt natuurlijk passief in. Werner die zoekt even, die is even wat vis aan het spotten. Die loopt even bij de sloot langs. Want we willen vanavond, het is al het eind van de middag, maar willen we eigenlijk even misschien met de pen nog even achter de karpers aangaan. Dus die maakt even een paar voerplekjes. En gaan we kijken of dat ook wat oplevert. Nou, de volgende hangt er weer aan. Weer een brazen, weer zo'n dikke lap. Koek. Nou, mooi hè? Vijf pukkels. Ja, dat is onder de vijf pukkels. Mooi man. Nou, dan even beet. Nou, hij lag net in. Net nieuw ingegooid. En met een maiskorreltje eraan in plaats van een mini boiling. Braaf. Dat is waar hij een brazen. Hij nam een run. Hij is hier al. Hij is er niet gewoon in. Zilt? Ja. Mooi man. Ben je eindelijk weer blij? Sterker, strong man. Happy days. Happy days. Dikke vis, hè? Hoppa. Zo. Hoppa. Mooi, ja, even stil en in één keer. Even, net langs. Uur niks. Geen tikje. Ja, niet mooi trouwens. Ja, dat is druk. Echt een lange vis. Ja, mooi hoor. Ik kwam volgens naar je toe zwemmen. Hè? Dit keer op mais. Ik zat de hele tijd met een klein boordertje te vissen. Ik zei tegen Tam, ik wil met een maisje proberen. Met een meisje of met een stukje mais? Een stukje mais. Oké, nee, dat is goed. Dus, duurde even, maar toch nog een visje. Nice, in plaatje ja, schiet hem. Zeker, met terug. Dan gaat hij weer terug hoor. Hoppa. Gaat hij weer. Mooi man. Hey. Hey. Yes. Nou, taam me even beet. Maar wel een hele mooie aanbeet. Ja. Kom weer dood aan het toe drijven. Dikke platter. Dikke platter, jongen. Platter. Provisie. Gaat ie weer. Kom maar. En dan komt de volgende alweer. Weer zo'n dikke lap. Is er weer een. Deze keer weer op de pen. Vis. En dan gaat hij weer terug. Lekker. En we eten hem. En ondertussen liggen de hengeltjes mooi in. Kijken of we kunnen vangen. En dan gaan we de avond in. Machtig mooie vis hoor. Een prachtige vis. Deze keer weer op een mini boiling. Werner had hem zojuist op een paar maiskorrels.
Maar ik blijf doorzetten met een method met wat pellets erin. En op, als haakhaas een mini boilie. Echt weer een hele mooie vis. Snel het haakje eruit halen. Mooie voorin. Die ze haken zichzelf eigenlijk wel met die method feeder. Hij gaat weer zwemmen. Prachtig visje. Hartstikke blij mee. Mooi donkere kleur vergeleken met die andere vis. Gaan we nou een koude schnitzel opeten. Ook lekker. Ja. Zo. Nou, een iets minder grote vis, maar wel de derde soort. Mooi blank voor. De derde soort van vandaag. Mooi vis. Gaat niet zo rap meer, maar waait wat harder. Wordt al snel donker, dus het kan maar zo zijn dat dit de laatste vis is. Maar we zetten nog even door. Maar er is tenminste weer een vis erbij. En ook weer een soort erbij. Dan gaat het weer. Nou mensen, het zit er weer op voor vandaag. Samen met Werner heerlijk gevist. We hebben met de method feeder en met het pennetje hele mooie brasemse zilten gevangen. Het was echt genieten met het mooie weer. Nou, het water waar we gevist hebben, is een water binnen de stad Dokkum. Allemaal ingebracht in een gezamenlijke lijst van viswater. Dus met de vispas en de visplanner app of het boekje, hè, de gezamenlijke lijst, mag je daar gewoon vissen. Echt aan te raden, want het zit echt bomvol met mooie vissen. Zwemmen ook nog allemaal karpers rond. Heb vandaag helaas niet weten te vangen. Dan ga je met dit mooie weer de komende tijd te vissen. Hou je aan de voorschriften, hou je aan de regels die er gelden. Hou goed afstand van elkaar. En vergeet vooral niet te genieten van de rust, het mooie weer en de prachtige vissen die rondzwemmen.